god. Nou, Stefan. Ik ben weer gejailed, wat? Ik je ben gejailed. In... Hallo mensen, Potgrond. Tof dat jullie kijken. Het is een gloednieuwe Mijntopia aflevering. En ik waarschuw je alvast, je gaat vandaag kijken naar de allerraarste Mijntopia aflevering ooit. Met de raarste aanhouding ooit. En we gaan eventjes laten zien wat er is gebeurd. En daar hoort een beetje uitleg bij. Oké, ik heb mijn records aangezet toen ik werd aangehouden en in de jail zat. Toen heb ik ze aangezet. Maar het stukje daarvoor is niet opgenomen, helaas. Maar dat gaan we dan even precies naspelen. Zodat jullie weten wat er is gebeurd. Ik stond hier zo. We zaten op de S. Gino, ik en Kenny. Dat hoor je ook in de opname. Hoi. En ik stond hier gewoon AFK. We stonden hier gewoon een beetje te praten met elkaar. Kenny stond hier zo op de stoep. En Gino was met zijn helikopter bij het DDG-gebouw. Yes. Ik werd gezocht omdat ik iets had gedaan. En... Je stond op een randje bij Downtown. Ja, maar ik werd daar al heel lang niet meer voor gezocht. Ik ben al in het politiebureau en zo geweest. Ja, dus daar was niks aan de hand. Maar Stef, misschien ben je er wel voor gezocht. Dat kan, maar dat heb je dan niet gemerkt. Oké, ik stond hier zo dus en ik heb een auto hier. Jullie kwamen aanrijden, politieagenten met volle vaart. Ik zei, politie komt eraan, of politie rijdt hier bij DDG-gebouw, zei ik. Met volle vaart komen ze bij de agenten. Zij komen aan, ze stappen uit. Ik stond hier zo. Die ene agent zegt, hij zei tegen mij. Ik rende weg. Ik plaatste mijn auto, ik reed precies weg. Hier. Ze liepen naast me, ik werd in de boeien geslagen. Wat? Ken je een idee? En toen werd ik in de jail gezet. En toen stond je auto hier op de weg? Ja, zo was het. En toen startte de opname. En daar gaan jullie nu naar kijken. Heel veel kijkplezier, er kloppen heel veel dingen niet. Dus ik heb ook zelf heel veel vragen hierover. Ik hoop dat jullie misschien er wel wat van snappen, dus kijk de video. Het is niet eens halt gezegd, kijk dan in de chat. Zit dat het toch opgenomen? ITSJ? Itsje. Echt, er is niet eens halt gezegd. Mag niet eens, bro. Volgens mij mogen ze zonder halt ook ingrijpen, hoor. Weet je dat je toch al kijkt? Dat is echt zielig, gast. Dat ze dat toepassen. Maar hoe weet ze dat ik daar ben? Ja, Kanudel stond er net misschien. Ja, ze kwamen rechtstreeks op je afrijden trouwens. What the fuck, hoe weet ze dat? Ik stuur nu screen, hij zegt is gezegd. Insluiping? Kijk, u bent aangehouden voor insluiping. What the fuck is insluiping? Waarom ben ik opgepakt voor insluiping? We konden u niet normaal aanspreken. Je hebt het niet eens geprobeerd. Ik ben zo vaak... Vraag wat er met je auto gebeurt. Waar is mijn auto? U bent aangehouden. Ja. Mooi dat je dat nu zegt, inderdaad. Geen halt. Gaat dit nu zeggen? Geen naam. Wat is insluiping überhaupt? Hey, vraag eens wat ze met je auto gaan doen. Dan ik had gevraagd, hij antwoordt niet. Waarom er is geen halt gezegd. Mijn naam is niet eens gezegd. Er was It's J stond er. Ik werd gelijk in de boeien geslagen toen ze allebei uitstapten. Hij zegt, ja, het was geen mogelijkheid om... u aan te spreken. Jij heeft het niet eens geprobeerd. Klopt. Waar is mijn auto? Als die is afgepakt... Die staat daar. Hij zegt, dat wordt boete, zegt hij. Ja, dat is goed, maar ik ga hem niet betalen. Ik hoef die auto niet meer, dan mag hij me houden. Maar ik ga niet mijn auto betalen. Het blijft bij een boete van 5k. Wat? De auto? Gast, waarom moet ik 5k betalen? Wat is dit? Kunnen we even praten? Meneer de agent? Gast! Dikke aanhouding, 5k boete. Maar Stefan, ik reed bij het DDG-gebouw en ik zag dat ze recht op je afkwamen rijden. Hoe wisten ze dat ik daar ben? Ik weet het niet, ik heb niemand geen idee. Niemand heeft mij gezien. Nee, klopt. Alleen een beveiliger. Waarom gaat hij niet meer terug? Hij negeert me gewoon, hè? Ja, ze weten dat ze fout zitten. Bro, ze zitten ziek erg fout. Wat de heck, wat is dit, jongen? Aanklagen. Hij zegt, waarom, het is toch niet moeilijk? Wat zegt hij? Jongen, zeg gewoon niks. Betaal die boete, dan mag je er waarschijnlijk weer uit. Zo random dit? Ja, what the heck? Maar ze moeten toch halt zeggen ofzo? Ze zeggen ook gewoon dat ze het wel hebben gezegd, dat het gewoon niet zo is. Maar heb ik nou wel of geen straf? Ja, ik weet niet, we wachten even af. Kenny betaalt hem nu al doen. Ja, Kenny betaalt dus nu mijn 5k boete, maar mag ik er dan nu uit? We gaan het zien. Omdat ze weten dat ze fout zitten, gaan ze je nu wel vrij laten. Je mag vrij. Wat? En je auto? Waar is je auto dan? Eerst met hem praten hoor. Mag ik er serieus uit? Legit? Ja, ik heb het nagevraagd. Ik zeg zo, kan hij nu vrij? Zegt hij, ja. Maar waarom praat hij niet terug tegen mij? I don't know. Ik heb ook geen idee, gast. De boete is betaald. U mag nu...
Gast, wat? Zo, kleding weer even twee keer gedamaged. We gaan eerst even praten. Vraag waar je auto is. Heb je die al? Ik ga sowieso niet mijn auto boete betalen. Als vraag even waar je auto is. Ja, ik wil eerst met hem praten. We gaan niet zomaar even mij in de boeien slaan. Waarschijnlijk gaat hij... Hij gaat zeggen dat hij waarschijnlijk geen tijd heeft, omdat hij niet wil praten. Hij is een overleg. Dit is de raarste oude aanhouding die ik ooit heb gezien. Ja, ik ook, oprecht. We hebben veel aanhouding gehad, maar deze... Oké, wat komt hij doen? Hij zegt, vertel maar. Volgens mij moet jij hier dingen aan mij uitleggen. Probleem? Ja. Waarom was ik hier? U stond wandels voor insluiping, maar... Vraag, hoe wisten jullie waar ik was? Ja, zoveel vragen. Wat is dit? Is dat alleen 5k boete vragen? Normaal hoor je er ook voor te zitten, maar ze weten dat ze fout zitten, Stefan. Sowieso. Ja, dat is alleen voor het eerste delict. 5k boete. Nou, oké, okay, dat zal dan wel. Dat zal dan wel. Neem terug wat ik heb gezegd. We zagen u online. We zagen misschien mijn head, of ze gingen gewoon een rondje uit. Nee, want ze waren bij het TDG-gebouw, ze gingen daar de bocht om. We zagen Scare vliegen. Dus, bij het TDG-gebouw. Oké, dat is al een beetje raar, inderdaad. Dus ze zeggen niet eerst mijn naam, gelijk, hoe je... Weet je al wat er met je auto is gebeurd? Waar is mijn auto? Mijn auto staat niet hier, zeker niet. Hij zei net dat boete wordt, dus al wordt het hem niet dan, ik weet niet. Wij hebben u geroepen. Ik heb een screen gestuurd en je zag in mijn chat dus net, van mijn chat heb ik net een screen gestuurd, van dat, dat er geen halt stond en ook niet mijn naam. Stefan, jij gebruikt ook je gamemode 0 om je heli te plaatsen in een achtervolging. Deze mensen, dat je zomaar de auto kan plaatsen. Maar dat is een slecht excuus, boys. Slecht excuus. Zie je hoe ergens nu fout zitten? Zoeken naar kleine dingetjes. Laten we het hierbij laten. Nee, zeker niet. Maar wat gaat er met mijn auto gebeuren? Maken we er een tweede delict van. Voor insluiting. Zeg, waar is mijn auto? Vraag waar je auto is. Waar ook is naar buiten. Mijn auto? Ja, ik ga niet naar buiten hoor, totdat ik alles weet. Leuk dat hij zegt twee delict, maar je gaat me eerst helpen. Jullie komen onterecht mij aanvallen. Ik word onterecht aangehouden. Oké, ze kunnen je inderdaad natuurlijk tegen zijn gekomen, dat kan. Maar u bent gejailed. Leuk. Meer kan je niet zeggen. Want de je auto. Weet dat je fout zit. Net zeiden jullie boeten voor auto. Wilt u eerst even pand verlaten? Praat je dan met me? Raar dit, vind je niet? Hele rare zaak. Zo, dit is echt raar. Ik heb nog een screen, hè. Dat hij zegt, dit wordt een boete, zegt hij. Auto wordt een boete, zegt hij letterlijk. Wat de heck is dit, gozer? Ik zette snel mijn opname aan toen ik in de jail zat. Het ging even super snel. We stonden daar zo bij het park met z'n drie gewoon te praten op TS hier zo. En opeens komen ze aan chasen vanaf de weg. En ik sta daar zo. Ik plaats mijn auto, want ik zie natuurlijk twee agenten op mijn afstand. Ik wil weg. Ik rij weg. Ze lopen naast me. Er werd geen halt gezegd. Ik werd in de boeien geslagen door Stefan 076. En toen werd ik geafstand jailed. Er werd alleen gezegd zo, it's... Jee, dit vanuit... is even de chat. Geen halt en niks. En niet dat ik moet stoppen. Vanuit mijn auto werd ik geafstand jailed. Toen zei dus Stefan hier zo, die nu heel blij voorbij rijden in mijn auto. Wat? Hij neemt mijn auto. Ja, dan wordt hij ingenomen. Kijk, zie je, hij wordt nu wel ingenomen. Als hij mijn auto meeneemt, hè, dan gaat hij... Oh, yo, kan je niet maken, je kan niet mijn auto innemen. Die gozer zegt net, er wordt niks ingenomen. Daar heb ik een screen van, hè, Stefan. Wat zijn ze mee bezig? Politie downtown. Overleg, je zit bij elkaar in de channel, come on. Je zit bij elkaar in de channel, bro. Wat doen jullie? Als hij nu wordt ingenomen, ik word gek, hè. Wat is dit voor rare Mijntopia aflevering, jongens? What? Wat? De heck? Ik zet eigenlijk niet mijn opname aan. Dit is echt bizar. Wat gewoon een drukte. Out of the blue, gast. Is hij serieus ingenomen? Ja, hij rijdt hem achter. Ja, hij is bro. Ingenomen. Gast. Dit. Hij is niet ingenomen. Stefan. Kom even. Echt je collega net. Ik wil uitleggen over mijn auto, vriend. Wat is dit? Heb je... Oké, rustig. Hij heeft rustig. Mijn auto ingenomen. Laten we even rustig met hem praten. Graag kunnen we even praten. Hij stond verkeerd. Gast! Joh! Dit kan je niet maken! Je kan niet mijn auto afpakken. Gast! Meen je dat? Bro! Hij pakt mijn auto, hij de afstand jailt me. Risico van rij... Bro! Ja, gast! Ik mag hem zeker... gratis terug. Wat is dit? Mijn auto is afgepakt.
60k! Gast! Die guy zegt, je kan hem ophalen. Raar dit, vind je niet? Hey, bro, dit kan je niet maken, what? Serieus! Dit kan je niet maken, ik meen het serieus, dit kan je niet doen. Nee man, dit is echt sneu. Maar als je over... Kijk, hij zegt ik sta onder hem. Of mijn collega staat onder mij. Dus dat betekent dat die collega gewoon stom loopt te lullen. En hij gewoon lekker alles kan doen wat hij wil. Je kan niet in roleplay-wise mijn auto innemen als je me of roleplay afstand jilt. Er is geen halt gezegd, ik ben in de boeien geslagen, niet mijn naam is gezegd. Ik hoefde dus helemaal niet eens te stoppen. Ik ben onterecht aangehouden. Ik moest eigenlijk in de cel zitten voor insluiping, maar het was maar 5k boete. Stefan. Daarna geen uitleg en nu wazige uitleg. Allebei spreken ze elkaar tegen. Ja? Je had misschien niet weg mogen rijden met je auto. Maar kijk, hij plaatst ook gewoon zijn helikopter. Ik ben niet aangehouden. Dat was gewoon reactie. I know. Je werd aangehouden toen je in je auto pas zat. Nee, ik ben niet aangehouden. Ik ben in de boeien geslagen en toen gechilled. Dat is niet aangehouden, want ik ben niet niks gezegd. Wanneer werd je in de boeien geslagen? Wanneer? Toen ik in die auto zat. Ja, daarom. Dat heb ik niet kunnen recorden. Auto pakken is diefstal plus inbraak. Nou, maar niet als ze het zien. Nou, we gaan hem zo even pakken, zeker. Maar dit kan je niet maken. Even serieus. Mensen in de reacties. Laat weten, is dit terecht? Steven, stap dan in. Yes. Oh my god. Nou, Stefan. Ik ben weer gejailed, wat? Je zit in mijn auto, hoor. Ik ben gejailed. Je zit bij mij nog in de auto. Ik ben aan het buggen. Ik ben onzichtbaar. Huh? Wat? Doe shift. Je zit bij mij nog in de auto. Doe shift. Wat ik zie je slaan. Ik zit in jail. Ik zie je slaan, je zit nog bij mij in de auto. Ik ben helemaal zo aan het heen en weer trillen, ik zit in de muur ofzo. Typisch. Zie je dat? Kan je niet shiften? Nee, kan niet, wat? Wacht, ik zit in de jail, ja, wat? Ik ben nou geshift nu, want zodat je uit mijn auto ging. Wat? Je bent opnieuw gejailed. Nee, gast. Ja. Wat? Nee, ik zie niemand rondom het gebouw, achter het gebouw. Ik heb even die agent gepookt op DDGTS. Waarom zit ik opeens in de jail? Ik zit in een auto. Wat gebeurt hier, gozer? Jongen, dit is echt zo'n rare Mytopia aflevering. Wat bizar dit, hé. Wat de heck. Waarschijnlijk vergat Pam je uit te jailen. Oh my god. Hij is me vergeten te unjailen. Ik heb het echt nooit meegemaakt. Dit is echt de raarste aanhouding, arrestatie iets. Ja, het is eigenlijk geen aanhouding, want ik ben nergens aangehouden. Ik werd in die jail, werd ik aangehouden. Dus ja, toen je in de jail zat, hè. Weet je, moet je even zeggen, wel slordig van je, hè? En dan zeggen dat mijn auto niet werd ingenomen en dan dat het wel nog gebeurt. Ja, het staat op beeld dat hij zei dat mijn auto niet werd ingenomen. Hij zei dat je hem kon halen, ja, precies. Er komt in één keer iemand langs met zijn auto en dan zegt hij, ja, ik sta boven hem. Ja, wat is dat, joh? Ja, moet je zeggen, mijn auto zou toch niet ingenomen worden? Weer een foutje, zeker. Zegt hij sorry, ja, leuk. Leuk, sorry inderdaad. Wil je me volgen? Hij geeft ook geen antwoord. Hij weet dat hij fout zit. Hij weet zo dat hij fout zit. Waarom praat hij niet? Ze gaan gewoon weg, hè? Ze dachten eerst, we gaan hem niet innemen. Toen dacht ze, oké, ik ga het toch wel doen. Dus dan gaat hij hem halen en dan... Jongens, wat we gaan doen? Ik ga 100% zeker mijn auto terugpakken. Dan kom je maar zoeken voor diefstal. Maar dit is niet hoe het gaat in Mytopia. En nee, klopt. Ik ben Stefan, ik ben van Potgrond. Je kan niet zomaar mijn auto afnemen. En ja, als je bij ons lullige dingen terugdoet, dan gaan we natuurlijk ook niet 60k in je over te halen. Zo werkt het niet in de potgrondwereld. Dus we gaan even de volgende keer onze auto terugstelen. Yay! Dus tot de video! Mensen, bedankt voor het kijken deze allerraarste Mytopia video ooit. Ja, serieus. Raarste aanhouding ooit. Je hebt hier dingen in gezien die nog nooit iemand heeft gezien. Wat? Laat een like achter, laat een reactie achter met wat jij ervan vond. Was dit terecht of onterecht? Abonneer op ons kanaal en zeg tot de volgende video. Hashtag what the fuck. Hashtag what the fuck. Doei!